Hoi, welkom bij een nieuwe video van Provider Check. Ik ben Tessa. En ik ben Mirjam. En wij gaan jou vandaag alles vertellen over de wifi repeater. Maar ja, dat is natuurlijk de eerste vraag. Wat is een wifi repeater? Dus Mirjam. Ja, goede vraag. Een wifi repeater, daarmee kun je eigenlijk het internetsignaal, het wifi signaal versterken. Daarmee heb je eigenlijk overal in je woning een sterke wifi signaal. En wat het apparaat eigenlijk doet, hij versterkt het signaal waardoor je router wordt verstuurd. Maar ja, waar moet die wifi repeater nou plaatsen? Ja, de beste plek om de wifi repeater te plaatsen is eigenlijk dus de plek in de woning waar je graag een beter signaal wilt hebben en tussen je router. En wat de wifi sterker signaal doet, hij ontvangt het signaal van de router en zendt dat dan weer door naar die plek in de woning waar je signaal normaal gesproken wat minder zou zijn. En op die manier ontvang je daar ook gewoon een sterk wifi signaal. Duidelijk. Maar hoe komt het dan dat op sommige plekken in mijn huis de wifi dan minder sterk is? En hoe kan de wifi repeater het signaal daar wel op brengen? In de ideale omstandigheden kan een wifi signaal wel 10 tot 15 meter worden verzonden. Maar er zijn gewoon een aantal dingen die het signaal verstoren. Hè. Denk aan dikke muren, een plafond, veel deuren. En dat zwakt het signaal gewoon af. Wat zijn dan de voordelen van een wifi repeater? Ja, met een wifi versterker kun je snel, sterk en stabiel internet ontvangen. Ook op die lastige plekjes in je huis. Neem bijvoorbeeld een zolder. Dus dit is een ideale oplossing voor als je niet overal in je huis een sterke wifi verbinding hebt. En zitten er dan naast die voordelen ook nog nadelen aan vast? Ja, er is wel een nadeel. En dat is eigenlijk dat de wifi repeater kan maar één ding tegelijk. Dus of hij ontvangt het wifi-signaal van je router, maar hij kan niet tegelijkertijd en ontvangen en doorsturen. Dus hij doet altijd één ding tegelijkertijd. En dat kan er wel voor zorgen dat je toch iets van snelheidsverlies ervaart. En als ik een wifi-repeater wil aanschaffen, waar kan ik dat dan kopen? Ja, je kunt eigenlijk bij alle bekende winkels een wifi-repeater kopen. Hou er wel eventjes rekening mee dat deze moet passen bij de router die je hebt. Mirjam, dankjewel. Voor mij is het helemaal duidelijk wat een wifi repeater nu is. Ik hoop voor jou ook. Mocht je nog iets meer informatie willen lezen, dan kun je op de link onder deze video klikken. Die leidt namelijk naar een kennisbankbericht over een wifi repeater en hier kun je nog meer informatie lezen. Heb jij nog vragen, dan kun je deze natuurlijk altijd mailen. Dat kan naar info@providercheck.nl. Je kunt ons dus ook eventjes een bericht sturen via onze social media kanalen. Wij zijn aanwezig op Facebook, Instagram en Twitter. We zouden het ook heel erg leuk vinden als jij ons op deze kanalen zou willen volgen. Dan kun je ook op de hoogte blijven van al onze berichten. Daarnaast hebben we natuurlijk ook dit YouTube kanaal waar je nu ook het filmpje ziet. Wij zouden het ook heel erg leuk vinden als jij je wil abonneren op dit kanaal. Dan kun je al onze video's voorbij zien komen. Heel erg bedankt voor het kijken en tot ziens. Dag!